werkgroep Vintage en Recycle van VZ2, een hart voor vluchtelingen, organiseert een markt ten voordele van de Warmste Week. Warmste Week, georganiseerd door Studio Brussel, zamelt geld in voor verschillende goede doelen. Het is zo dat de vluchtelingencrisis op problematiek heel hip was. Een tweetal jaar geleden, iedereen wou helpen. Maar toen kregen de meeste mensen nog opvang vanuit de federale regering. Nu valt die opvang weg. De noden worden en de vrijwilligers en de gelden die we ontvangen en de giften worden minder. Het is toch heel moeilijk voor de organisaties zich nu bezighouden met de vluchtelingen of met zonder wettige problemen. Dit evenement wordt bij een donatie van 2 euro een cadeau gegeven aan een bezoeker van de Olijfboom, de weggeefwinkel van Een Hart voor Vluchtelingen. Het pakje konden de mensen onmiddellijk onder de kerstboom leggen. Het geld dat we hier inzamelen gaan we voornamelijk gebruiken voor onze werking. Aangezien dat wij nauwelijks of geen subsidies kregen, moeten wij dus hebben van de activiteiten die we organiseren. En dit is één van de activiteiten. Dus met het geld dat we hier verzamelen kunnen we onze werking verder ondersteunen. Koffie, thee, noem het maar, alles wat wij nodig hebben om de mensen iets aan te bieden, zeg maar.